Mia was helemaal verdrietig, want papa is vergeten om het samen met jou de vlog te openen. Dus nu gaan wij dat doen, hè? Goedemorgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Renske. En jij bent? Tiki Mia. Goed zo. En wat gaan we zo meteen doen? Meteen die Jamie de bank kijken. Oh, dat we Jamie de bank kijken. Dat is leuk. Nou, gaan we dat zo even doen, hè? Nu. Ga maar zwaaien. Doei. Papa. En hun hebben dus de vlog geopend. En ik ben Stef Egberts. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Hun gaan de bank kijken. En ik ga aan het werk. De radiators aansluiten. En nog de verlichting wat ik laatst heb geplaatst. Netjes met een mooie buizen eraan maken. Dus een hoop dingen weer op de planning vandaag. Dus let's go. De verlichting deurt. De wandspotjes. Daar moet nog een of ander kastje mee komen, dus wordt straks nog wel een keer gebruikt. Dus wandspotjes is in ieder geval mooi. Ja, oud pand, dus je ziet dat er wel een beetje de muren en zo. Net zoals daar. En dan hebben we net dus de plafondverlichting, de buisjes er mooi aangemaakt. Mooie zwarte buis. Bam. Ja, dit ziet er toch netjes uit. Donderdag komt vloerbedekkentje erin, dus ik ben heel benieuwd. Even kijken. Dit ziet er toch top uit, of niet? Ik ga nog eventjes deze verwarmingsopdien aansluiten. Ik moet nog even een knopje op, een beetje krapjes, maar dat gaat helemaal goed komen. Dus daar ga ik me concentreren. En de verlichting is hier in ieder geval klaar. Habé! Die heb je er ook bij. Nou, hoe vond je de bank zitten bij tante Jamie? Ja. Was wel lekker, hè? Stond mooi, hè? Mooie bank, hè? Ja. En nu gaan... Ja, papa heeft de gat geholpen. En nu gaan... Wat gaan we doen? Naar het zwembad. Ja, zwembad voor auto's, ja. Wat gingen we doen? De auto. Was. De auto wassen. Een auto was ze. Kijk maar, je kan bijna niet weer achteraan heen kijken. Daar, zo vies. Dit is weer de straat. Kijk, hier is een naast me. Oh, daar komen de spuitjes. Ik hoef geen ogen dicht. Hoef je niet ogen dicht? Nee. Kijk, de lampjes. De autodouche, hè? Ja. Lekker meisje. Ga je zo helpen stofzuigen? Ja. Ga je bij je eigen stofzuigen dan? Ja. Goed zo. Ja, zo meteen als we de wasstraat uit zijn, hè? Ja. Oké. Okay. Daar gaan alle druppeltjes. Wow. Doei druppeltjes. Leuk, hè? Nu staat het helemaal schoon. Dat is fijn. Weer helemaal schoon gewassen, hè, voor papa. Jongen, wat had papa een vieze auto ervan gemaakt? Is de auto niet schoon, hè? Toen mochten we nog een keer. Wat gaat hij ermee doen? Mooie folie, hè? Hij pakt hem nou sowieso niet. Joe. Oh, mama was gewoon nog aan het filmen. Ze moest een briefje hebben, want hij pakt hem niet. En dan mag je de wasstraat niet door, hè? Want dan denken ze dat je niet betaald hebt. Nu gaan we dus nog een keer. Dat is leuk. Mag je zomaar twee keer? En je hebt een... Wat heb je? Een lolly, hè? Yay! We zijn in het tuinland beland. De tuinland beland. Die kinderen lopen daar de boel af te breken. Jamie, die hebben even twee plantjes gekocht. Kom hier. En dan moet ik eigenlijk ook nog doen, want ik bedacht in één keer
dat ik nog twee bakken heb. Hi! Twee bakken achter heb. En ik heb nog een klein stukje tuin waar ik nog niet zo goed weet wat ik ermee wil. Maar ik heb wel twee boompjes gezien die ik graag wil. En die wil ik eigenlijk al heel lang. Dus ik denk dat ik die gewoon volgende keer ga halen. Serena. Even kijken wat ik allemaal wil. Dus dat. En we gaan nu even kijken voor interieur. Bij Jamie de Nieuwe Bank gaan we een teken zoeken. Eindelijk, hè, Rens? Oeh, finally. Al kan er echt... Word ik gelukkig van. Ik word gelukkig van jouw deken. Kun je nagaan? Oh, wat erg. We hebben nog niks, maar we gaan het vinden. En alle lampjes werken, de verwarmingen werken. Is weer mooi geworden. En dan ben je thuis. Is Vrolief lekker aan het koken. Wat heb jij gedaan nog vandaag, Kiki? Hey. Ik ga dan op de trein. Wat? Dit is de trein. Nou, oh. Papa vindt het niet een heel goed plan. Wel, dit is de trein. Waar ik nu op de. Hondjes zijn weer blij. Nee? Vriendjes? Ik heb me vandaag heel zeer gedaan aan mijn vinger. Waarom? Papa's nagel is helemaal ingescheurd. Mag ik kijken? Dan moet hij eraf. Doen we straks wel eventjes. Ja? Doet het nog heel zeer? Ja, doet nog heel zeer. Ik wil pas op. Ja, ik zie vandaar. Ja. Mag ik zo? Dus een pleister. Ja. Ja. Welke kleur is die pleister? Deze kleur. Maar hij is een beetje vies door het werk, hè? Wat? Hij is een beetje vies door het werk, hè? Ja. Kijk maar, een beetje vies geworden. Dus moet papa zo meteen nieuw omdoen, hè? Ja. Dus wij gaan zo even eten. Ben je het treintje aan doen? Ja, jij moet op de trein zitten. Nee, papa gaat niet op de leuning zitten. Gaat de leuning van kapot. Wat? Gaat de leuning van kapot. Nee? Ja. Oh. Wat vond jij van de nieuwe bank van Jamie? Kiki. Kiki Mia. Wat vond je van de nieuwe bank van tante Jamie? Leuk. Vond je mooi? Niet op de trein. Hé, hier zit in de kap. Dus wij gaan even wachten tot het eten klaar is en dan gaan we zo even lekker eten. Heb je ook al honger, Kiki? En trouwens, by the way, Renske die is betrapt. Renske heeft gereden zonder kentekenplaathouder. Dat klopt, zonder dat ik het was. Nee, niet helemaal waar. Ik was bij de pashouderwas geweest. En toen komt er een andere jongen die aan het stofzuigen was, komt naar me toe. Die had als voorlangs gelopen. Ik zeg, klopt het dat jouw kentekenplaat zo hangt? Dus ik dacht, oké. Ik zei, ik ga er wel even naar kijken. Ik heb met een afstandsbedieningje kentekenplaat eronder en toen er weer uit, of eruit en eronder. Toen moest ik dus nog een keer, want de auto was niet schoon. Dus toen heb ik hem eronder gedaan en daarna ben ik naar huis toe gereden. Want ik dacht, ik ben wel zat van. Dus, dat klopt. Ja. En wie heeft mij gezien dan? De auto wordt nog wel eens gespot op Insta, dus dan wordt hij op Insta gezet en toen zag ik hem rijden zonder kentekenplaat houden. Dat was ik. Dus die heb ik maar eventjes gedeeld. Ik ben schuldig gevoeld. Ja. Kom ik heel in het huis. Ja, ik ga even de hondje laten en dan gaan we daarna lekker eten. We hebben inmiddels al lekker gegeten. Ik heb al gedoucht samen met Kiki. Ik ga koffiezetapparaat even voor hem klaarleggen. Zetten. Kopje. Even een suikertje. Even een lepeltje. Even wat melk in de melk opschuimen. Wat even weg. Oh. Wat zal melk ingegaan? Dus zo, ik ga de auto in, want ik moet even naar de kapper. Die was ik al vergeten.
En ik ben bij het kappertje geweest. En mijn haartjes zitten weer fijn. Alleen, ik ben op tijd weggegaan. Normaal zou ik wel wat langer blijven. Alleen, ik moet morgen word ik om 5:15 opgehaald. Dus even op tijd weg. Maar toen belde Rens. Ik zeg, heb jij nog honger? Ja. Goedenavond, ook al mijn doel vol zijn. Mag ik een bestelling nemen, alstublieft? Jazeker. Mag ik een Big Mac menu medium? De Big Mac menu medium met cola en frietsaus? Doen we met water een dubbele frietsaus. Wat zei u over drinken? Water. Water, ja. Is voor Rens, hè? En een Big Tasty medium menu. En dan ook met twee frietsaus en water. Doe maar twee frietsaus en een cola. Ja. En doe maar een McFlurry M&M. Met wat voor saus? Zonder saus. Zonder saus, ja. En een McFlurry stroopwafel met karamelsaus. Dat was de bestelling. Ja. Wordt het €33,80 mag u door René's gaan, alsjeblieft. Top, dank je. Is toch heerlijk? Ik ga even betalen. En je moet altijd zorgen dat je die McDonald's app gebruikt en scant. Want dan kun je dus vet vaak gratis dingen krijgen. Ik kan heel vaak gratis dingen krijgen, want ik ga ook heel vaak naar de McDonald's. Maar dat heb ik ook sinds kort geleerd van Jamie dat dat moet. Dus ik hou er netjes aan en het scheelt een hoop geld. Maar ik heb wel een klein beetje honger. Ik ga thuis even eten en dan gaan we even aan Rens vragen hoe het is gegaan thuis. Want dat is nog een leuk verhaal. Iets minder leuk verhaal, maar toch wel een leuk verhaal. Het zou zo weer warm, hè? Ja, hè? Lekker, hè, McDonald's, hè? Het kwam in dat doosje, was dat niet zo. Maar hoe ben je nu nog aan het douchen? Vind je het grappig? Kiki was net heel erg zielig, die moest hartstikke hard huilen. En toen moest ze plassen, toen heeft ze langs de luier heen geplast. Toen heeft ze mijn hele benen onder geplast. Ik had al gezegd, best wel leuk verhaal, maar ook wel zielig verhaal. Minder leuk verhaal, maar ik vind het toch wel een leuk verhaal. Om daar was er nog erger van oversturen, dat was ook nog een keer zielig. Ja, dat is wel snel. Maar wij gaan nu eventjes lekker genieten van een broodje met patatjes in een Big Mac'je en eitjes. En volgens mij heb jij ook wel een klein hongertje, hè? Ja. Ja, dat doe je niet. Toch? Ja. Dus wij gaan even genieten. Schatje, ik heb een nieuwtje voor je. God, wat nou weer. Nou, vertel. Jij hebt altijd best een hekel om de wekker eerder voor mij te zetten. Kun je morgen nog iets eerder voor mij zetten? Wat is het? 5:30. Ga doen dat. Ik ga aan het werk. Ik ga aan het werk. Bij waar? In Ridderkerk. Jezus, ook geen tering in de weg. Ik ben even op de koffie bij net. En wat weet je wat ik moet doen? 5 zonnepanelen eraf halen. Top. Je bent nu klaar. Ik heb hem terug. Ja, hoop ik. Nee, zoiets. Voor de spits, ja. Dus morgen om 5:45 wil ik opgehaald. Top op. Ja. Ben je samen? Ja. Oh, leuk. Ja, we mogen weer samen op pad. Oh. Dus even die jongen, die ken je ook wel. Van je zoekhuis? Ja. Waarom ken ik hem dan? Die is ook wel op het verjaardag van Larissa Verhoeven geweest. Die jongen met die rode haar en die blonde blonde vrouw. Runa? Rode haar en blonde vrouw? Ja. Kinderen? Volgens mij niet. Geen idee.
Dus daar in ieder geval. Dus daar moeten we heen. En voor de rest, als we terug zijn, denk ik, gaan we weer verder bij de raad. Janus oogstvleugels. Oh. Ja, ik heb daar nog met hem over gehad vandaag. Dat de vrouw zo ingestampt zit met dat... Dat jij straks van helemaal verslag bent. En toen heeft hij zelfs nog wat bedacht voor je. Nou. Je krijgt straks de graaf piano's. En zei hij, ik kan nog wel. Oh, VN erachter plakken. Speciaal voor Rens. Oh. Want ze deed nu de graaf piano orgel vleugels muziek. En Rens noemt het altijd netjes zo. Maar dat komt. Ik ben daar vanaf mijn 14e? Nee, 5e of 6e. Iedere maandag langs gereden. Ja. Naar muziekles. Totdat ik... Het is wel op een rotonde in Zwolle de meest bezochte rotonde of zo. Ja. Ik ben er 10 jaar lang iedere dag of iedere maandag gezien. En dan wist ik waar we waren en uiteindelijk hadden we dat riedeltje. Oh, we zijn weer bij die de Graaf Pyjama's Oogstvleugels muziek. Zo ja, zo ging dat. Ja. Dus toen jij vertelde dat het wegging, toen dacht ik, oeh. Oeh, autistisch mijn... puntje. Ja. Mijn autistische trek, ja. Ja. Dus dat. En ik, jongen, wat ben je allemaal aan het doen? Dit is echt... Chico. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat is het? Even een lekker slokje cola. Ik kan er nog niet over uit dat het kledingstukje echt lelijk is. Ja, Rens heeft een kledingstukje gezien. Slim zien, ik zag alsjeblieft. En een kleurplaat. Nou, ik heb helemaal geen kleurplaat! Oké, okay, we gaan hem laten zien. Verdomme. Wat kan door het verkeerde matras vallen? Daarom hebben wij bij Beter Bed de Beter Slapen ID. Met een gratis scan van jouw lichaam kunnen we jou in de. Dat vind ik wel. Ik vind een slaapbroekje. Een t-shirt vind ik in de kleur klaar. Dat is echt kinderkleding, vind ik. Dit is kraanwater. Boze blik. Ik ken er echt niet over uit. Hashtag boze blik. Ik ga Jamie appen. Stef vindt het niet een kleur. Ga jij Jamie mee appen, schat? Ja. Ik ben ondertussen al de hele tijd lekker bezig in de... ja, ik zou even de muziek uitzetten. Maar je hebt er geen zin aan. Juist. Ik ben ondertussen al lekker bezig aan het editen achter de computer. Nog wat dingetjes in het programma achter YouTube. Wat dingetjes in te stellen. Google Ads heet dat. Alleen dat is zo'n groot systeem, dat is echt verschrikkelijk. En dat in ieder geval. Ik ben ook de vlog ondertussen nog aan het editen. Rens nog een spulletje aan het opspuren. Dus in ieder geval weer genoeg te doen. Ik ga even gauw alles klaarmaken. De jullie morgen weer een vlog hebben om 3 uur. En dan ga ik zo lekker naar bed. Want, hebben jullie net al verteld, ik moet er morgen vroeg uit. En ik zeg maar zo. Wel rusten. Ik ben kapot moe namelijk. Dus ik hoop dat ik jullie morgen weer zie. Elke dag om 3 uur een nieuwe vlog. Like en abonneer. Abonneren is gratis. Dus gewoon even op dat knopje drukken abonneren. En dan zien jullie morgen. Later.